Dave Strijbos, wachtend op een foutje van John van der Berg. Want John van der Berg kom je niet zo 1, 2, 3 voorbij. En daar is dan die aanval. En kijk eens wat het resultaat is. Wat een sensatie. De nummers 1 en 2 in het wereldkampioenschap. En het is een panieksituatie, u ziet dat. Er wordt getrokken, er wordt geduwd, helpende handen worden uitgestoken. En dan lijkt John van der Berg in de beste positie. Hij heeft zijn motor aan de gang weten te houden, is het eerste gedraaid en is weg. Om plotseling stil te vallen. Strijbos is dan wel weg. Hij kijkt nog eens achterom. Deze van der Berg lijkt kapot. Ik ga weg. Goedenavond. Ruim 25 jaar geleden wordt het internationale motocross gedomineerd door twee jongens uit Os in Noord-Brabant. Door Dave Strijbos en John van den Berg. In 86 wint Dave Strijbos de wereldtitel in de 125cc-klasse net voor John van den Berg. En Van den Berg wil een jaar later, in 87, natuurlijk revanche. Dat probeert hij met deze machine. En deze benzinekraan speelt een hoofdrol in het grootste mysterie van de vaderlandse motocrossgeschiedenis. Van den Berg beweert dat tijdens de Grand Prix van Valkenswaard iemand zijn motor heeft geprobeerd te saboteren door die benzinekraan dicht te draaien. Het mysterie is nooit opgelost. Wij doen vanavond een poging. Sportkort. Valkenswaard, de eerste Grand Prix Motocross 125cc, wordt 5 april op het Eurocircuit gehouden. En dit zijn de heer en mevrouw Strijbos. Davy was nogal ernstig geblesseerd. Hoe zit het er nu mee, Dave? Mijn schouder is op dit moment 80%. En de doktoren hebben gezegd dat het na een tijd of in het verloop van het seizoen toch zeker nog een stuk moet verbeteren. En ik hoop daarbij dat ik dit jaar mijn wereldtitel weer kan verdedigen. Ik denk dat er wel eigenlijk die tijd uniek was voor Nederland. Omdat eigenlijk, zeg maar, voor die tijd was het Gerard Wolsink, Gerard Rond en nog wat meer namen. Alleen, ja, in 86 kwam eigenlijk weer de eerste wereldkampioen. Jij? En dat was ik toevallig. En ja, ik denk dat dat wel echt uniek was. Toen leefde ook weer alles op. De heer en mevrouw van den Berg. John, word jij nu kampioen? Ja, ik wil per se de eerste plaats behalen. Dat klopt. En ik heb een hele goede kans. Ik ben dit jaar in Amerika geweest. Ik heb 4 weken op trainingskamp geweest daar. En mijn motor is beter. Mijn conditie is veel beter. Ik heb een hele goede kans. Ik voel me eigenlijk echt sterk. Toen was dat niet normaal, hoor. Ik heb bijvoorbeeld de strandrace, die won ik. En daar werd ik een dag daarna aangehouden op de snelweg. Ja, dikke auto natuurlijk, een beetje verdiend. Politie. Dus die stopte mij en alleen om mij te feliciteren om zeg met de overwinning van een strandrace. Of als ik in een restaurant gratis eten of ja, elke benzinepomp, overal waar je kwam, iedereen keek meteen van, hey, die ken ik. Toen was het heel erg, ook mede te danken aan Bob de Jonge. Die heeft echt veel voor de sport gedaan voor ons. Van Veronica was dat? Ja, ja, de heilige koe. En we waren wekelijks op tv. En jullie waren sporthelden. Als wij naar een Brazilië Grand Prix hadden, dan gingen gewoon 2 of 3 cameraploegen mee. En dan van alle belangrijke kranten van Nederland, 1 journalist van iedere krant, die vloog daar gewoon naartoe voor een verslag te maken. Nu zie je niemand meer. Nu wordt gewoon via het ANP een berichtje. Maar toen was het gewoon echt, ja, dat is wel leuk. Zijn alle paparazzen? Ja, oude paparazzen. Is dit programmaboekje nog? Een grammaboekje heb ik ook nog, ja. Ja, wel een super evenement, hè. Want Strijbos en de Berg waren de toppers van Nederland. En als je in een land goede rijders hebt, dan heb je ook veel volk. Ik denk dat er toch wel tussen de 15.000 en 20.000 mensen waren. Meer dan 97 rijders, afkomstig uit 20 verschillende landen, waren samengestroomd in Valkenswaard om daar hun kansen te gaan beproeven in deze eerste toch wel zeer belangrijke wedstrijd. Alle ogen zouden natuurlijk gericht worden op de nieuwe wereldkampioen Dave Strijbos, maar ook op de man die de tweede plaats had weten te behalen in het voorgaande wereldkampioenschap, onze landgenoot John van den Berg. Ze wilden van elkaar niet onderdoen. En het mooie was, ze gingen hier in Geemert gingen ze samen trainen. In de sportschool hier. Dus kwamen ze van het Oost kwamen ze hier naartoe. Maar dit was toevallig zo'n trainingsmecca waar heel veel crossers bij elkaar kwamen.
En dan ging het ook tegen elkaar op. En lopen. En dan kwamen ze hier wel onderweg wel eens tegen. En dan tegen elkaar een beetje opprochen van... ja, ik heb 10 kilometer gelopen. Nou, en ik 20. En dan de volgende keer dan loopt hij er 30. Want ja, ze wilden gewoon zelf op dat terrein... proberen ze elkaar nog af te troeven. Traditiegetrouw, een geweldige toeloop... op het Eurocircuit in Valkenswaard. Meer dan 15.000 mensen stroomden samen... om te kijken naar onze grootheden in deze 125 kubieke centimeter klasse. De wedstrijden daarvoor, als voorbereiding naar Valkenswaard toe... kan ik me nog wel goed herinneren dat John reed op dat moment wel erg sterk. Maar goed, mijn uiterste motivatie kwam eigenlijk als de Grand Prix daar was. Dus ik werkte altijd naar de Grand Prix toe. 84 deelnemers waren liefst aan de training. En dan mochten er maar 40 starten. Op een circuit dat meer dan 2 kilometer lang is, geschreven is op het lijf van de Nederlanders. Want u ziet dat het gaat over zand. Zand, zand en nog eens zand. Strijbos en Van der Berg. Een klasse apart. Maar dat ze zo'n klasse apart zouden zijn, dat had niemand van tevoren durven inschatten. Beide fabrieksrijders. Dave Strijbos voor de Italiaanse Kajiva-fabriek. En John van der Berg, huurjongens overigens, voor de Japanse Yamaha-onderneming. En zij zouden met z'n tweeën dienst uitmaken. Strijbos, heel gemakkelijk rijdend, als een soort balletdanser over de diepe gaten heen springen. Maar natuurlijk ging het alleen maar om Strijbos en Van der Berg. Althans, daar waren de meeste toeschouwers voor gekomen. Dat is Dave Strijbos. Hoog springend met zijn hand in de lucht, want hij heeft tijdens de eerste manche John van der Berg achter zich gelaten, doordat hij zijn machine wat al te krachtig langs Van der Berg reed en Van der Berg kwam in de problemen. Eerste manche won ik. We hebben de eerste manche ook wiel aan wiel continu gereden, zeg maar. Maar goed, toen was ik de gelukkige de eerste manche. Ja, en dan wou ik natuurlijk de tweede manche zeker weer herhalen. En dan de start van de tweede manche. De manche van de revanche van John van der Berg. Want hij zei het al, Strijbos heeft me er afgetikt in de eerste. Ik zal hem krijgen in de tweede. Ik lust hem rauw, want ik moet deze wedstrijd winnen. Het is mijn eerste Grand Prix. En ik wil het volledig puntentotaal scoren. Het hele veld is weg. En als een raket ging er vandoor John van der Berg. In een schitterende stijl. Maar dan komt toch Dave Strijbos mee. Hij vliegt over Pedro Trachter heen. Dave Strijbos dus. De hele tweede manche stond in het teken van zijn jacht op John van der Berg. Want hij moest deze tweede manche winnen om de totaaloverwinning te halen. John van der Berg, die schitterende stijl, werkelijk vechtend. Een compleet andere stijl overigens dan de stijl die Dave Strijbos aanhangt. En in derde positie rijdt dan nog steeds Pedro Trachter. Hoe ging die wedstrijd? Ja, kijk. Ik zat in de organisatie, daar zit de hele dag binnen, centjes te tellen. Want ik was de penningmeester, dus ik krijg alleen maar een beetje van mee naar de hand, hè, wat er gebeurd is. Dus zelf, in principe, hebben we zelf niet zoveel van meegekregen. Behalve s'avonds in de tent, daar de twee supporterclubs uitbundig tegen elkaar in de haren vlogen natuurlijk. Was ze hier vechten? Ja, dat ging supportersclub tegen supportersclub, hè. Wie de beste was op de baan, dat wisten we. Maar wie de beste was in de tent met vechten, dat is eigenlijk nooit uitgesproken. Maar was het massaal? Ja, het was massaal. Dus hadden we de politie aan de pas gekomen. Ja. Oh ja? En wat was de reden van die vechtpartij? Ja, de accident, hè. Dan gaat het langzaam maar zeker gebeuren. Dan komt Dave Strijbos metertje voor metertje dichter bij John van der Berg. Alle toeschouwers stonden op de puntjes van hun tenen. Strijbos goed zoekend naar de paden waar de minste knippen zijn, de minste gaten en de minste bulten. Wachtend op een foutje van John van der Berg. Want John van der Berg kom je niet zo 1, 2, 3 voorbij. Ze komen van die boven, van die kant af, van de achterzijde. Achter die bult komen ze linksaf. Bij die achterste blauwe ton waar die rode Chilon staat. Daar is het ongeveer gebeurd, zeg maar. Maar binnendoor misschien. En daar is dan die aanval. En kijk eens wat het resultaat is. Dave Strijbos, hij duikt in een gat binnendoor. Het was zijn enige kans. En dan vallen beide heren. Dan houdt iedereen in Valkenswaard zijn adem in.
Want dan gebeurt er dit. In de herhaling. Dave Strijbos probeert binnendoor. Hij heeft een halve lengte voorsprong bij het uitkomen. Dan houdt Van der Berg de machine vast en gaan beide heren over elkaar heen. Wat een sensatie. De nummers 1 en 2 in het wereldkampioenschap. Dit is de bewuste bocht waar het gebeurd is. In de uitgaande bocht is binnenbochtje, buitenbochtje. En dan zijn ze hier tegen elkaar aangekomen. Ja, en toen was het paniek, want er zijn natuurlijk supporters op de baan. Die zijn daar ook mee gingen moeien. En dan, de motorfietsen zitten aan elkaar vast. De fans komen op de baan om te kijken of ze de beide heren in de koers kunnen houden. Zoals gezegd, Pedro Trachten reed op een derde plaats op een behoorlijke achterstand. En dan lijkt John van der Berg in de beste positie. Hij heeft zijn motor aan de gang weten te houden, is het eerste gedraaid en is weg. Om plotseling stil te vallen. Strijbos is dan wel weg. Hij kijkt nog eens achterom. En rijdt de laatste ronde naar de finish. En deze van der Berg lijkt kapot. Strijbos dus. Naar een overwinning in de tweede manche. Dat zou een totaaloverwinning betekenen in de eerste Grand Prix van dit seizoen. De Grand Prix van Nederland. John van der Berg, hij staat nog steeds op de trap. En dan ineens loopt hij. En ook van der Berg is weg. Strijbos dus. Hij wint de tweede manche. Voor Trachten. Terwijl op een derde plaats van der Berg nog eindigt. Daar komt hij. Hevig teleurgesteld, dat mogen duidelijk zijn. Of kapot misschien wel. Nou, ja, de berg is voor mij is gewoon heel moeilijk te passeren. Je moet hem gewoon ertussen duwen. En het, ja, dat was precies mijn kans om dat te doen. Maar ja, het liep even fout af. Jij wint de Grand Prix van Valkenswaard. En links van jou staat John van den Berg. En die is toch een partij chagrijnig. Kan je dat nog in? Ja, dat lijkt me vrij normaal na zo'n middag. Nee, ja, tuurlijk. Kijk, John die reed in het voorseizoen heel goed. En ja, iedereen had hem ook wel getipt als de winnaar van Valkenswaard. Jullie waren nooit echt vijanden. Maar langzaam maar zeker begint het nu toch op te lijken dat die vriendschap die er was ook verbroken wordt. Ja, de vriendschap die is verbroken. We zijn gewoon rivalen van elkaar. Dan hebben we hier Van den Berg ten onder in broederstrijd. Ruzie tussen Strijbos en de Berg. Sabotage. 300 voor het einde. Ik reed buiten. Ja, ik zat voor Strijbos. Strijbos reed binnen en die reed midden in mijn motor. En toen stonden we op elkaar. Mijn motor stond op hem motor, dus ik was het voordeel. En op een gegeven moment allemaal trekken en doen. En er waren een hoop mannen stonden eromheen ook te trekken. En mijn motor liep nog. En ik draai hem om. En ik was eerder weg als Davy. En ik ben 10 meter weg. En de benzinekraan is dicht. Dat normaal kan dat helemaal niet. Maar of ze hebben hem dichtgezet, in supporters van Davy of zo. Of hij is met vallen dichtgegaan. Maar dat heb ik nooit van mijn leven meegemaakt. Die zit helemaal weggewerkt, die benzinekraan. En die stond dicht toen ik wegreed. Ik geloof echt niet dat die kraan dichtgedraaid is. Nee. Maar dat heeft hij dan wel heel snel verzonnen. Na afloop, want dat interview met Hans Kievit, dat is direct na... Ja, dat klopt. Ja, en daarom is het voordeel van de twijfel ook weer een beetje voor John. Want ja, het is eigenlijk te absurd om het te verzinnen. Als hij beweert dat hij opengedraaid is, ja, dan moet ook iemand hem dichtgezet hebben. Ik ga weg. En mijn benzine kan dicht. Eén ding weet ik zeker, mijn benzinekraan stond dicht nadat ik weggereden was na de crash. 100%? 100.000%. 100.000%? 100.000%. Oké, okay. Dus dat is waar? Ja, natuurlijk, want die motor die stopt niet voor niks. Die kan niet uit zijn eigen ermee stoppen. Dat op zich de beste en de verste springen, dat heeft hij met name in de stadionscross geleerd. Maar binnendoor misschien. En daar is dan die aanval. En kijk eens wat het resultaat is. Dave Strijbos, hij duikt in een gat binnendoor. Dat was een... Goh, ik zag hem echt niet aankomen, zeg. Toen. Oh, pof. Ja, de slow motion is wel mooi. Van de val.
Want? Nou ja, dan zie je eigenlijk precies wie de voorrang heeft, hè? Kijk, zie je, netjes aan de binnenkant. Dus hij laat een heel gat vallen. Degene die buitenom komt, ja, moet in principe gas minderen. Dus ja, ik kom heel netjes vanuit de binnenkant. En ja, dan kan er zoiets gebeuren. Maar dat kraantjesverhaal? Ja, dat is voor mij een vraagteken. Want door het geharrewar en het getrek aan de motoren... ja, ik heb geen enkel moment gedacht aan een benzinekraan. Dus jij hebt het niet gedaan? Nee, ik heb het 100% zeker niet gedaan. Het zou best kunnen als hij daar op de kraantje valt en die raakt zijn voetsteun. Even, denk, dat, kijk, want hij zit aan zijn motor te trekken. En die zit echt aan het wiel te trekken. Er is steeds niemand bij de kraantje in de buurt. Hè? Raar verhaal. Met niks kraantje, hoor. Nee? Wat dan? Ik kan toch goed zien dat niemand aan het kraantje gezeten had. In mijn optie dan, hè. Ik kan de beelden zien en je kunt ze een keer langzaam afdraaien. Er is wat hij zegt. Als het gebeurt, dan is het gebeurd met het vallen. Maar links zit de benzinekraan. Dus je zou zeggen, oké, okay, door de crash kan de benzinekraan dicht afgesloten worden of iets. Maar die gaat rechts bij mij binnen, maar links zit de benzinekraan. Dus wij gaan zeg maar aan het rollen. Maar de motor heeft linkse kant niks geraakt. Ook niet mijn been of mijn laars of... Kijk, die met die blauwe jas, ja, die zit te trekken, maar dan moet toch heel raar lopen dat hij dan vanuit dat punt die benzinekraan dicht kan draaien. En het is volgens mij, heeft een Honda-jas aan en hij rijdt Kajiva en hij rijdt Yamaha. Dus als het een sporter van een van die jongens zou zijn, dan had hij waarschijnlijk een andere jas aan. Dit zijn geen supporters van jou? Nee, nee. Ik ken ze alle drie niet, hoor. Ik ken me daar staat JB op. Dus die persoon lijkt mij JB was toen voor John de Berk, hè? Ja, maar toen de tijd liepen heel veel mensen met JB jassen en kleding. Dat was niet van de fanclub, hoor. Oh, okay. Dat waren gewoon, ja, de halve cross liep met, in principe met zo'n jas aan, met die naam erop. Dus, maar ik geloof niet dat een fan van mij was die daar, anders had ik maar geweten wie er geweest zou zijn. Dus, Maar wie verdenk jij dan als je naar de beelden kijkt? Wie zit er dan met z'n handen? Ja, dus er komt eentje komt aanlopen, die gaat er zeg maar schuin onder. En die loopt ook meteen weer weg. Dus die helpt helemaal niet mee. Die gaat er alleen onder zitten zo. En die loopt weer weg. Ik denk, ja, wat moet hij nou onder die motor doen? Hier, die gaat onder de motor. Kijk, nou doet hij dan net of houdt hij die jongen vast, of hij mee aan het helpen is. Ik weet het ook niet, hè. Maar heel apart verhaal. Of ze dik gezet hebben, 100% kan ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb alleen die beelden gezien. En dan zie ik wel verdachte dingen, maar ja. Maar één ding weet ik wel zeker, dat mijn benzinekraan stond echt dicht. Wat kan nooit zijn als de motor recht staat en hij loopt. En dat hij dan daarna en dat hij dan stopt met de starten. En dan krijgt hij geen benzine toevoer of de motor gaat stuk. Dus hij doet het ook gewoon niet. Dus was ik helemaal op. Hier zie je het dus. Ja, dadelijk. Ja, we zien niet in beeld. Ik ga op mijn arm liggen. Zeg maar. Omdat ik helemaal op was van die motor aantrappen, ga ik met mijn hoofd op mijn arm liggen. En ik kijk zo. Ik denk, oh, krijg nou maar. De benzinekraan staat dicht. Dus de benzinekraan opengezet. Even een seconde of 10 gewacht. Kijk, want hier heeft hij zelf nog niet in de gaten. Kijk, als hij nou de kraan zelf opengedraaid zou hebben, dan had hij niet zijn bril weggegooid. Want dan zou hij het moment dat je weet, hé, ik heb de kraan opengedraaid, dan gooit hij zijn bril niet weg, want hij weet, nu kan hij gaan rijden. Nee, maar die was aanbeslagen. Ik zag door het ademen, als hij stilstaat, slaat hij aan. Dus dan heb ik de bril afgegooid. Ja, hier gooi je je bril, hè? Toen had ik hem net opengezet weer. Dan heb ik even gewacht, een paar seconden, want dat duurt even voor de benzine in de benzinekraan is. Toen rijd ik aan. Ik weet nog goed, in de tijd na die wedstrijd hadden ze ook nog de benzinekraan verzegeld. Die van Dave, die van mij. En dat was toen heel erg non-stop mensen erbij, dat niemand erbij kon komen. Ja, dat was voor die dag dat het gebeurde, was dat totaal niet aan de orde. Dat was echt
ja, dat was gewoon één familie, zeg maar, heel die motocrosswereld. En toen begon het eigenlijk, ja, begon het wel serieus te worden allemaal. Het leek het wel een beetje Formule 1. In die periode had je nog echt duizenden mensen die van de cross hielden en die twee coureurs dan volgden. Die gingen overal mee naartoe. En dat was, ja, dat was best wel hot. En dan gebeurt er zoiets. Ja, natuurlijk. En dan zet je twee kampen recht tegenover elkaar. Degene die dan in beeld, zeg maar, die onder die motor gekropen is, en die heeft zijn eigen nooit gemeld. En dat is wel jammer. Als die nou gewoon zegt, oké, ik was degene die er stond en ik heb niks aan gedaan, oké. Dan is het op een andere manier die benzinekraan dichtgegaan. Maar jij verdenkt die persoon? Die persoon verdenkt. Ja, ik zou niet weten. We hebben die beelden toen de tijd teruggekeken. Mijn vader is er verder op doorgegaan allemaal. Ik heb gezegd, weet je wat, ik ga verder en ik wil wereldkampioen worden. En dat is wat van mij telt. Maar als we iemand zoeken, dan is hij het. Ja, hier. Ik kreeg een tip van, ik werd eigenlijk gelinkt door mijn neef. Van, goh, ik heb een fragment gezien op NOS.nl dat mijn vader daarin zou zitten. Maar ik heb dat één keer gekeken, ik heb dat twee keer gekeken. En toen was voor mij eigenlijk wel duidelijk dat hij het, dat hij het was. Aan zijn lopen, aan de situatie. En, ja, als... wie is jouw vader dan in dat fragment? De man met het rood-wit-blauwe bodywarmertje en de pet op. En wat voor persoon is jouw vader? Op en top sportman was hij vroeger altijd. Want hij heeft zelf ook... Ja, hij heeft op een redelijk tot goed niveau gecrossed. En hij heeft een garagebedrijf, dus dat betekent dat hij technisch heel goed onderlegd is. Hij is technisch heel goed onderlegd. Ja. Maar kraantje terugdraaien doet hij niet. Echt niet? Nee, 100% niet. Oké. We hebben het er nog over gehad. Ja. Ook met mijn broertje. En zo is mijn vader niet. Nee, dat is niks voor mijn vader. Mijn vader heeft daar ook helemaal geen voordeel bij. Nee. John van den Berg heeft hem aangewezen. Is dat zo? Ja. Dat vind ik wel fantastisch. Ja. Maar naar aanleiding van diezelfde beelden. Van diezelfde beelden. Ja. Dat hij op dat moment dat kraantje dichtdraait. Ja. Nou, dit verandert de zaak wel. Nee, ik heb die beelden gezien en daar is eigenlijk weinig in te zien. Ja. In dat er iets gebeurt. Nou ja, we zijn blij dat we je vader nu gevonden hebben. Want hij kan het nu vertellen. Hij is zo meteen op een training, hè? Ja, een stiefbroertje van ons die rijdt. En daar is hij gewoon actief bij betrokken. En hij doet vanaf schoonmaak van de motor tot het onderhoud en reparatie. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Meneer de Jong? Ja. Ja, hallo. Kees Jongkind. Ja, meneer de Jong. Bram. We zijn van andere tijden sport. Ja? Ja, wij zijn op zoek naar iemand die bij die botsing aanwezig was van de Berk en Strijbos. Ja. We zijn op zoek naar die omstanders. Ja, oké. Okay. We willen even met u naar één beeld kijken. Er is beeld van die, als u daar tijd voor heeft. Oh, ik heb alleen maar tijd. Ja? Ja, jawel. Kijk. Links. Dat bent u. Ja, ik weet wel zeker dat ik er ben, hoor. Dat weet ik wel zeker. Dat is geen twijfel meer. Okay. Ja, leuk dat hij na zoveel tijd toch uiteindelijk weet wie het is. Nou, mooi. Of je het nou wel of niet gedaan hebt. Maar het is wel leuk dat de raadsel in ieder geval opgelost is. Wie het was. Nu. Maar wat kan u zich nog herinneren van dat moment? Nou, eigenlijk weinig of niks. John van den Berg heeft na afloop gezegd... Ja? Iemand heeft de benzinekraan dichtgedraaid tijdens dat akkefietje. Ja. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar... Maar toen hij de beelden terugzag, laatst... Ja. Zei hij... als ik nu kijk naar de beelden, dan zie ik iets heel verdachts. Dat is de man in het rood-wit-blauwe jackie. En die verdenk ik ervan dat hij de kraan heeft dichtgedraaid. Ja, ik zou dat niet doen. Als ik hem dichtgedraaid heb, ik weet het niet meer. Maar dan zou ik gedaan hebben dat die benzine lekt of dat die carburateur overstroomde. Maar anders zou ik dat niet doen, echt niet. Ik ben gewoon een fan van de Berk. En als ik hem zie, dan vind ik nog machtig. En als je beelden ziet, vind ik het nog mooi. Dus waarom zou ik? Dus, maar dan zou het dat die motor over de kop lag. Maar volgens mij heb ik dat niet gedaan, hoor. Nee, niet weten dat ik dat gedaan heb, zo. Nee. Nee, we hebben die motors uit elkaar getrokken. Maar dat weet ik zelf niet eens. Dat zie ik nu.
Ja, u bent helemaal kwijt. Ja, dat ben ik kwijt. Maar is, ja, ik weet er eigenlijk niks meer van. Nee, dat het 87 is of 85 of nee, dat weet ik niet. Het was 87. Ja. Maar wat moet ik nu tegen John van den Berg zeggen? Nou, je mag gerust tegen John van den Berg zeggen dat ik die kraan niet dichtgedraaid heb. En als ik hem dichtgedraaid heb, dat het dat de carburateur overliep, dat voordeel van hem was dat hij in ieder geval over de finish zou komen. Dat mag je tegen hem zeggen. Maar ik heb hem niet bewust dichtgedraaid. Als ik hem dichtgedraaid heb. Maar ik weet het niet. Dus... U heeft het in ieder geval niet expres gedaan? Nee. Nee, absoluut niet. Zo zit ik niet in elkaar. Dat is zo moeilijk, man. Nee. Ik spring liever op een baan voor iemand. Dit pijn om naar te kijken. En dat is zoiets zou doen. Of het dan niet moeilijk over dit, dan? Ja. Maar ik ben me niet bewust dat ik hem dichtgedraaid heb, dat ik eraan gezeten heb. Dat echt niet. Okay. Nou, dan hebben we in ieder geval uw verhaal. Dan, ja. Dan is dit mysterie ook nou, erop. Ik hoop dat ze wat mee kunnen. En, ik hoop ook dat Van den Berg zijn oplossing is. Dus in, Maar ja, hij is uiteindelijk toch wereldkampioen geworden dit jaar. Dus ja, dat heeft hij heel goed gedaan. En misschien wel doordat die kraan dan toch dicht gedaan is, dat hij later opengezet dat hij uitgereden heeft. Misschien ook wel. Ik heb ook toen vanaf de eerste wedstrijd meteen gezegd, luister, we gaan door. We gaan voor de wereldtitel. En blijf er niet bij stilstaan. Want dan schiet je niks meer op. En uiteindelijk ben ik toen wereldkampioen geworden. Dus dat is uiteindelijk beteld, einde van het jaar. Nou, meneer de Jong, bedankt voor de uitleg. Ja, ik hoop dat je er wat mee kunt. Ja. Nou ja, we hoopten natuurlijk een dader te vinden. Ja. Nou ja, ze kan mij aanwijzen, maar ik heb dat niet gedaan. Dus, Goed zo. Tenminste, niet met opzet. Niet. Ik kan me niet voorstellen dat die man dat met opzet gedaan heeft. Als ik hem zo zie zo, en dan... Nee. Ook niet omdat hij... Als hij echt fan was geweest van Dave bijvoorbeeld, dan kunnen wij je dat voorstellen. Maar kijk, gevalt met z'n tweeën. Niemand verwachtte. Ja, die motor zitten vast in elkaar. Dus ja, heeft hij misschien nog gedacht van... Oké, ik zet de benzinekraan dicht voor dat die benzine niet eruit loopt. Want we hebben natuurlijk best lang in elkaar vastgezeten. Ik denk, geloof ik, toch zeker 1,5 minuut volgens mij. En... Dus ja, dus, maar hij is wel dichtgezet. Dat is één die maar zeker is. Wie of wat er de oorzaak van was dat de benzinekraan dicht stond... het is nog steeds niet met 100% zekerheid te zeggen. Eén ding is wel zeker, het zal nooit meer gebeuren. Want de Grand Prix-motoren van nu hebben geen benzinekraan meer.